twee, drie, vier, hoedje van, hoedje van. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Als dat hoedje dan niet was, zet hem in een glazen kast. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Nou, ik heb het boekje van Lieselotje. Wie kent dat boekje al? Oh, jullie hebben het verhaaltje misschien al wel gehoord. Er zijn heel veel verhaaltjes. En ik heb een verhaaltje dat gaat over. Lieselotje krijgt een vriendje. Lieselotje is een meisje en ze woont in een paleisje. In een land hier ver vandaan waar heel veel paleisjes staan. En vandaag komt kleine Basje met zijn knuffel en zijn trommeltje. En een trommeltje met koek. Kleine Bas komt op bezoek. Hé, jullie kunnen al rijmen. Mama roept nog, lekker spelen, alle koekjes eerlijk. Delen. En op tijd een plasje doen. Daarna geeft ze Bas een dikke zoen. En daar staat hij, op het stoepje. Met in elk hand een snoepje. Eentje voor jou en eentje voor mij. Wij zijn vriendjes, allebei. Lieselotje lacht, kom maar binnen. Dan gaan we meteen beginnen. Maar de koningin zegt, nee, ik zet eerst een kopje thee. Na de thee gaan ze kamperen in het tentje met hun beren. En het serviesje, dat mag mee met een beetje waterthee. En ze zuigen op hun snoepje en ze smullen van de koekjes. En ze nemen alle twee af en toe een slokje thee. Kijk. En de koning hoort ze springen, hoort ze giechelen en zingen, hoort ze dansen op het bed, hoort ze proesten van de pret. Hij trapt tegen de tas van Bas. Stomme Lotje, stomme Basje. En hij geeft de tent een schop, maar dan krijgt hij op de kop. Hij wordt stevig uitgetoeverd. Ben je helemaal betoeterd? Wat je doet is heel erg dom, want nu ligt de theepot om. Nu is alles nat geworden. Alle kopjes, alle borden, alle kleedjes en de koek. Bas zijn sokken en zijn broek. En de koning krijgt een dweltje, een sponsje en een teltje. En de koningin zegt, foei, ruim maar op, haal dat knoei. Kijk, dan moet je het opruimen. Zien jullie dat? Je mag hun pret toch niet bederven. Ga maar kleien of ga maar verven. Ga maar spelen met je beer of zet al je treinen neer. Maar de koning snikt een beetje en hij roept verdriet. Weet je, ik ben helemaal niet blij, want wie speelt er nu met mij? De koning zegt, kom maar even. Weet je wat, ik zal je een zakdoek geven. En dan fluistert ze heel zacht. Hé, ik heb al wat leuks bedacht. Ik zal meel en boter pakken. En dan gaan we koekjes pakken. Nou, is dat geen goed idee? Met z'n tweeën. Ga je mee? Na een poosje zit hij tevreden in de keuken het deeg te kneden. De koningin zegt hoe het moet. En dat lukt ontzettend goed. Want, je zult het niet geloven, maar daar liggen in de oven 100 koekjes bij elkaar. Nog een uur en dan zijn ze klaar. Daarna mag de koning even iedereen een koekje geven. Lot zegt, fantastisch pap! En ze neemt meteen een grote hap. En ook Basje roept, nou eerlijk, deze koekjes zijn echt heerlijk. En de koning zegt, wat dom, jij bent helemaal niet stom. Echt, het spreidt me vreselijk, Basje. Van die trap tegen je tasje en die schop tegen de tent. Ik hoop dat je niet meer boos bent. Hij pakt koekjes, een stuk of 7, die hij aan Basje wil geven. Hier, voor jou wat extra koek, voor je sokken en je broek. Bas zegt dat hij heel erg blij is, dat de ruzie weer voorbij is. En hij zegt, het lijkt me fijn als we nu ook vriendjes zijn.
Het is tijd en kleine Basje pakt zijn koekjes en zijn tasje. Hij heeft zijn jas al aangedaan, want mama komt eraan. Maar hij wil nog heel even Lieselot een kusje geven. En zegt, tot ziens, tot gauw. Ik vond het heel erg leuk bij jou. Nou hebben ze samen gespeeld.